Yo, hij is zelfs een tegoed verhoogd, jongen. Huh? Met 15 euro. Hij heeft 15 euro hierop gezet op het kaartje. Dus dat zal het opslaan niet. Yo, Rob bij de Zoet! Vandaag gaan we weer een nieuwe deep voor jullie. En we gaan natuurlijk het vervolg filmen van de Brie. Oh. De reacties waren aardig positief, dus we denken van nou, gaan we er lekker mee door. Oh. En wij gaan natuurlijk uit van jullie oordeel, weet je. Op het moment dat jullie zeggen, ja, kappen jongens, wordt gevaarlijk, dan gaan we stoppen. Maar ze zeiden van ja, ga gewoon door. Nou, jullie weten al hoe toch mijn vorige aflevering is gegaan. Heb je dat nog niet gezien? Kijk die even eerst voordat je dit verder kijkt, dan snap je er gereed van. We hebben een simkaart binnengekregen. Met een telefoonnummer en weet ik het wat. Er staat één contact op en die moeten we een sms'je gaan sturen met een code. Fuck die shit, dat gaan we nu doen. Ja, gaan we doen? We gaan dat doen. We gaan het gewoon doen. Wij gaan in deze Jeep stappen, voor mij. En dan gaan we een telefoon kopen voor tientje. Zullen je met je eigen telefoon doen? Dan ben je gek. Ben je wouws. En dan gaan we ergens naar heel ver rijden, middle of nowhere, dat hij nergens onze GPS kan trekken, zodat hij niet weet waar we wonen ofzo. Dus dat gaan we doen. Gaan we naar het bos toe en dan gaan we de code sturen. En dan ben ik benieuwd, heel erg, want er is een week overheen gegaan sinds de eerste video. Ik ben echt heel benieuwd dat hij meteen wat terugstuurt. Wacht hè? Precies toch wel gewoon vreten. Oké, maar we moeten wel zo gaan. We moeten straks mijn moeder eten. Let's go. Die moet lachen achter de camera, want hij vindt het een heel grappig verhaal, maar hij vindt het niet zo grappig. Ik ook niet. We waren naar de Vodafone gegaan, daar hebben we deze telefoon gekocht. Maar die is niet simlockvrij, omdat het van de Vodafone is ofzo. Dus we waren naar de buurtterrein gegaan, die vroegen of die simlockvrij kon. Kon die niet. Nou, waarschijnlijk kon die het wel, maar hij wil waarschijnlijk gewoon duurder onze telefoon verkopen. Ja, tuurlijk. Dus wij hebben toen een simlockvrije telefoon van hem gekocht, die is 30 euro. Dat is deze, en deze kunnen we nu weggooien. Ga maar weg. Wil je een telefoon hebben? Hij ligt hier. Hij ligt hier. We gaan nu naar een random plek rijden. Eventjes een beetje weg van onze standaard shit. Ja. En dan gaan we de simkaart erin doen en dan gaan we de ding sturen, denk ik maar. Hè? Een beetje bang. Ik ook. Ik weet niet man. Nou. We zijn nu in middle of nowhere. We zijn er nog nooit geweest. We gaan een geheime plek zoeken om de simkaart toe te voegen. Te bevestigen aan de telefoon. We zijn aan het begin echt al een vak ver rijden. Nou, eigenlijk niet zo ver te rijden, jongens. Zo vindt hij ons maar gewoon lekker, weet je. Geen wonder, gaat het vermoord niet. Grapje. Minder even wat. Zo, zijn er veel? Zoveel honden, jongen. Oké, jongens, daar gaan we. Oh jee, oh jee. Oh jee, hallo. Ja, hallo, jongens. Ja, oh god, hij is helemaal nat. Wat is er, hè? Oké, jongens, we zijn nu even een half uurtje gelopen. Laten we even één ding op een rijtje krijgen. Likes op YouTube zijn een hele goede indicatie om te weten of mensen het leuk vinden of moeten doorgaan of niet. We hebben helemaal niks aan likes. Je krijgt er geen geld van. Je krijgt er ook geen, weet ik veel wat van. Dus weet je, dat is gewoon dat je het leuk vindt of niet leuk vindt. Dat hebben we heel expliciet gevraagd. En daarnaast vind ik het jammer dat door de filmpjes die Armo en DutchTuber en weet ik het wat maken, dat dit meteen als nep wordt gezien. En het is ook gewoon echt, weet je. Dat is nog het eigen draad, weet je. Dat is gewoon kut. Dat is gewoon frustrerend voor ons dat het echt is. En dat jullie denken dat het echt is. Maar goed, ik ga jullie gewoon negeren vanaf nu. Want we gaan verder. Rico. Yo. Hallo. Hallo. Kai. Rieke. Oké, top. Ik weet niet of het in mijn hoofd zit, maar ik voel het echt niet goed, dit plastic zakje. Ja. Hey man. Waarom moet ik het nou weer aanraken met mijn blote hand? Maar ik heb nu dus een simkaart vast. Met een papiertje. Deze. Oh, hij gaat aan. Contacten, namen. Staat er voicemail en 0 till 123. Shit. Oké, wacht. Wat is het nummer dan? Even zitten. Jongens. Het was dus geen bullshit. Op die simkaart zat dus echt gewoon. Ja. Zal ik gewoon een code gaan sturen? Ja, uiteraard. Ja, natuurlijk. Ja? Wat is het nummer dan? Zit hier niet voor niks. Gaan we, ja? 5, 2, 3, G, 1. Wat gebeurt hier allemaal? Bericht verzonden. Naam verzonden. Nou, en nu moeten we wachten voor de volgende opdracht. 0 till. We hebben gewoon een telefoon voor jou gekocht. Even 30 euro. Echt, een beetje stortje terug. Dat betekent dus gewoon dat we al 60 euro kwijt zijn. Hoe vaak zou die gast op zijn telefoon zitten, denk je? Ja, nu op het moment, weet ik niet. Zou ik hem bellen? Doe ook. Ik weet niet, man. Ik ben niet. Nee, ik wil niet bellen. Wat ga je nu aan doen dan? Heeft hij denk je ook een aparte simkaart hiervoor gevolgd? Ik denk het wel. Zou die ons nu hier zien zitten? Als we hier lang blijven zitten wel, ja. Ik vind sowieso dat we tot heel moeten wachten hier. Dat is over 6 minuten.
Misschien is hij ook wel eens iemand die gewoon op... Hé, hey, volgens mij een berichtje. Over een KPN. Yo, hij is zelfs een tegoed verhoogd, jongen. Huh? Met 15 euro. Hij heeft 15 euro hierop gezet op het kaartje. Dus dat zal het opslaan niet. Maar ja, hij kan natuurlijk wel verhogen, want hij heeft 30 euro aan ons pakketje overgehouden. Op 1 minuut. Chill. Oké, okay, jongens, we hebben tot heel gewacht. Het is nu 5 uur. Ik heb geen zin om hier een half uur in de fucking grond gras te gaan lopen prikken. We gaan lekker weg en dan wachten we wel tot er een smsje komt en dan gaan we daarna verder filmen. En misschien ben ik er dan niet bij, want als er vandaag niks wordt gestuurd, dan ben ik gewoon weer thuis. Maar dan filmen Stefan en Rico het wel. Oké, we gaan even de telefoon uitzetten, want we zijn bang dat Zero Till ons gaat doodmaken. Maar dat doe je toch niet, hè, Zero Till? Dat is beter niet. Shoutout naar Zero Till 123, jongens. Laat het in de comments weten. Laten we gaan. Het is een uurtje verder ongeveer en ik ga gewoon aanzetten. En nu zijn we alsnog gewoon op ons eigen plek. Oké, hij is aan. Ik zie wel een sms-bolletje rechtsboven. Ja? Ik zie ook een sms-bolletje rechtsboven. Oké, ik ga gewoon naar de inbox. Ja, we hebben berichten. Ja? Van Zero? Weet ik niet. Van 3 verschillende nummers? Ja, van 3 verschillende nummers. Wat is je aan de camera? Niet Zero Till dus. Nee, even wel spannend voor me. Weet ik niet. Wat is dit nou voor iets geks? Weet geen openen. Oké, ik ga openen. Nee, ik wil openen. Allemaal open er allemaal één, jongens. Lezen. Yo, Zeus. Of echt? Stond ons nummer in de thumbnail, of niet? Ja. Mag ik de andere ook openen? Ja. Wie ben jij? Mensen die sturen gewoon de fucking code naar ons toe. Omdat die fucking nummer in de thumbnail stond. Ik was helemaal blij. Ja, maar blijkbaar is ons nummer is gewoon uitgelekt. Ik ga hem weer uitzetten. We kijken morgen weer, denk ik. Want ik ga nu lekker eten thuis. Ik ook. Oké, kijkje. Ja, het is vandaag vrijdag. Het is inmiddels 2 dagen later. Het enige wat we in de tussentijd hebben gedaan is dat deze telefoon helemaal is opgeladen. Ja. Dus we gaan hem nu aanzetten. Als het goed is hoor je dan meteen dit te horen. Eén bericht ontvangen. Eén bericht. Is dat hem? Eén bericht ontvangen. Is dat hem? Weet ik niet. Berichten. Inbox. Oh, we hebben er meerdere. En geweld wel, gemiste oproep. We hebben nog een gemiste oproep. Gewoon weer van mensen die ons hebben gebeld waarschijnlijk. Iemand die ons de code stuurt. We hebben nog geen berichtje. Godverdomme, we hebben nog geen bericht. Zullen we nog een keer sturen met hoofdletters? Ja, echt. Misschien is het wel hoofdlettergevoel. Misschien is het wel gewoon een automated message of zo als je terugkrijgt. 5. Hoofdletter B. 3. G. Ook hoofdletter. 1. D. One Direction. Ja, dat is die hoor. Oké, verzenden. Zo! Oké, nou we hebben hem weer verzonden en nu met hoofdletters. Hé hey man, ik ben een beetje teleurgesteld dat we nog geen bericht binnen hebben. Ik ook man. Zal ik even kijken op de deep web of hij dat heeft gezegd? Op die Hansa Market. Ja, kijk dan. Misschien heeft hij wel gewoon. We zeiden vorige keer, nou hij heeft ons niet gescamd, want hij heeft een brief gestuurd. Misschien heeft hij nu wel gewoon iets van: oké, mijn 34 euro een mooi brief gestuurd, weet je. Ja. Dat is het. Nee, dan zou je niet zoveel moeite doen om een simkaart erbij te doen, toch? Maar als hij ons nu laat zitten, dan ben ik wel een beetje teleurgesteld. Ik ook. Oké, jongens. Bij de vorige video hebben we natuurlijk gevraagd of jullie het vonden dat we het moesten doen. En zo ja, deed een duimpje omhoog. En zo niet, deed een duimpje naar beneden. En daar hebben we best wel veel kritiek op gekregen. Op het moment dat mensen zeggen van ja, jullie vragen voor likes. Nu begint wel heel erg op Armos, Reddit of DutchTuber te liken. Als hier iets fucked up begint, dan heb ik wel scheid aan jullie likes en dislikes. Dan beslis ik voor mezelf of ik iets doe of niet. Tuurlijk. Maar ik vind het leuk om te weten van jullie of jullie vinden dat we dit moeten doen. Want op het moment dat mijn kijkers het niet leuk vinden dat ik het niet moet doen, dan doe ik het niet, weet je. Dan ga ik wel iets anders doen. Ja, want dan kijken jullie het toch niet. Ja, likes hebben geen enkele invloed in geld of in de video of weet ik het wat. Ja, we vragen om likes als ze het leuk vinden en echt gewoon ook puur om dislikes als ze het niet leuk vinden. Ja. En dat is hoe we het altijd hebben gedaan. Ja, dat dus. Dus een beetje jammer, maar ja, weet je, dan niet. Doe gewoon even allemaal lekker normaal. Maak je niet zo druk. Dat doen wij ook, weet je. Wij zijn ook lekker normaal. Ja, sorry dat deze video niet veel is gebeurd, maar we hebben wel het sms'je gestuurd. Hey. Dus dat is een ding. We zijn aan het wachten. En zodra we iets weten, krijgen we het te horen. Dus doe een like. Of doe een dislike. Bij 20.000 likes floten wij een iPhone. 6 SG. Ja, 6 iPhones. 7. 6 iPhone 7 S's. Dit is bij me thuis. Dat hebben we nu klaar liggen voor jullie. 30.000 likes op deze video en ik ga ze floten en waarschijnlijk wint dan een van mijn vrienden en dan ook mezelf weer. Echt hè? Oftewel fucking bullshit jongens, geloof niet in die onzin. Geloof er niet in jongens. Want je wordt gewoon opgelicht waar je bij staat. Geloof er niet in, sowieso nooit op een fucking kanaal abonneren om wat te winnen. Jongens, tot de volgende keer. Doei!